Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag neem ik jullie mee naar het Nicolaas Tulphuis. Dat is mijn locatie van school. En ik ga jullie een rondleiding geven. Deze faculteit staat bekend als de faculteit gezondheid. Waar 4 opleidingen zijn. Ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie en verpleegkunde. Ook wel ergo-fysio-oefen een HBOV genoemd. En als je nou denkt, goh, ik wil een andere locatie zien. Laat dat even weten in de reacties. Dan kunnen we daar altijd nog wel weer video over maken. Maar voor nu beginnen we even voor de locatie waar Sofian en ik op zitten. En laat even een duimpje omhoog achter. En abonneer dan ook maar alvast. Yay! Nou, dit zie je als je dan aankomt. Een schoolplein met allemaal picknicktafels en dingetjes. En dit is de locatie zelf. 5 verdiepingen. En dan loop je naar binnen en dan loop je. Hey, en dan zie je iets van school. Ja, oké, wacht. Ik ga dit allemaal wat duidelijker uitleggen met een plattegrondje, want anders wordt het onmogelijk. Namelijk, we hebben een A, B, C en een D-gang. En de D-gang is het grootst, dus die ga ik zo meteen nog even uitgebreider uitleggen. Nou, we zitten dus op de begane grond en hier ziet de polyfysiek onder andere. En de lokalen van fysio, de praktijklokalen van de fysio's dan. Die waren helaas dicht, dus ik heb hier maar wat kluisjes laten zien die ook echt ontzettend interessant zijn. En de gang krijg je in ieder geval een beetje een beeld van hoe het eruit ziet. Nou, dan gaan we naar de D-gang. En dit is het deel waar de kantine zich bevindt. Maar we gaan nu eerst naar een soort van serre-achtig deel. En daar heb je dus ook nog allemaal zitplekjes. Onder andere een copyshop waar je dingen kan kopiëren en in laten binden. En dan heb je hier nog een leuk koffietentje. Hele lekkere koffie en een ontzettend hipster plekje. En dan de kantine. Ja, niet heel erg spannend, maar goed. Je hebt er lekker eten. Het is, ja, oké, het is betaalbaar, maar niet echt dat je denkt, wow, echt maar 1 euro of zo. En salaatjes. En dan hebben we echt een ontzettend grote kantine waar je lekker kan zitten met z'n allen. Ja, nu was het heel rustig, want het was nog 's ochtends. Maar normaal zit het echt wel propvol rond 1 uur of 12. Dan gaan we naar de eerste verdieping. De verdieping waar de oefentherapie en de ergotherapiepraktijklokalen zitten. En dan gaan we de B-gang in. En daar kan je chillen. Er zijn allemaal studeerplekken. En daar zitten ook de lerarenlokalen. En heb je dus ook de postvakjes van alle leraren onder andere. Dan lopen we ietsjes door naar het praktijkhuis. Ja, nu komen we vanaf de andere kant. Dat is een beetje ingewikkeld. Links heb je in ieder geval oefentherapielokalen. Die waren ze bezig. Dus kon ik ook niet laten zien. Lekker bezig, Joey. Maar dan kom je hier in het studielandschap, waar je dus lekker aan school kan werken. Of ja, of het lekker is, mag je zelf bepalen. Dit is in ieder geval het praktijkhuis en daar kan je dus oefenen met je klasgenoten. Voor ergotherapie onder andere. Het is eigenlijk echt wel een ergotherapeutisch ding, maar soms komen hier ook mensen van oefentherapie of van de fysio's. Nou, allemaal verschillende ruimtes dus. En hier kan je ook allemaal rolstoelen en hulpmiddelen lenen als je wilt. Dan gaan we naar de D-gang. En de D-gang is dus weer wat groter. Weer een ontzettend grote chillplek. Nou ja, leerplek. Je hebt de ruimte in ieder geval. En dan heb je de collegezaal. Dat is echt huge. Dat ga je nu zien in dit 3, 2, 1. Wow. Ja, daar heb je dus hoorcolleges. En daar zul je vooral als eerstejaars ook zitten. En dan hebben we de bibliotheek. Daar kan je boeken lenen, zoveel je wilt. Nou ja, dat niet. Maar je kan er een hoop lenen. En hier zitten verderop ook nog studieplekken, maar het zat een beetje te vol om daar te kunnen filmen. Maar daar heb je ook nog zat ruimte. En je hebt hier ook een stiltelokaal, zie je aan de rechterkant. Dus dan kan je compleet in stilte werken. We gaan weer verdieping omhoog. Zitten we op de 2e verdieping alweer? Jeetje, wat gaan we snel, joh. En hier zitten de praktijklokalen van de verpleegkundigen. En daar gaan we nu dus naartoe. Ook. Nou, hier heb je dus ook weer een chillplek. En je raadt nooit wie ik tegenkwam. Het was Wesley. Ja, Wesley zit ook bij het HVA Snapchat team. Maar dit zijn in ieder geval de bedden die worden gebruikt voor praktijklessen. En iedereen houdt van alcohol op zijn handen. Nou, dit is een gang. En hier heb je dus gemiddeld gewoon lessen. Gewoon theorielessen. Dus dat zijn allemaal lokale. Niet zo heel interessant. Maar toch dat je een beetje een beeld krijgt. En er staan af en toe een beetje zwierige spreuken op de muur sinds kort. Ik weet niet waarom, maar hartstikke leuk. En je kan Joey niet zijn als je iets vergeet. Ik was de D-gang vergeten te filmen, maar er zit in ieder geval nog 1 collegezaal. En de 3e en de 4e en de 5e verdieping, niemand weet wat er zit, want niemand komt daar verder eigenlijk, dat ik weet. Nou, dat was de video alweer. Hier een video van mijn studiekeuze en hier een video van Sofian en zijn ma over studie kiezen. Dan kan je daar nog abonneren. Hartstikke leuk. Ja, ja. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Nou, fijn weekend allemaal. En tot ziens. Doedels!